Welkom bij de 14e uitzending van de Tafel van. We zitten vanmiddag met een paar hele leuke dingen. We hebben hier zo van de Noorderweg de familie van Loenen, Dick van Loenen, Sascha van Loenen en Gino van Loenen, die ons meenemen naar de wereld van de Hot Club de France. En straks hebben we nog iets heel spannends, dat is Herman Zandstra, die ons gaat vertellen over een nieuwe muziek-kunst-sociëteit in de Herenstraat tegenover het Filmhuis. Maar eerst jullie, want als ik denk aan de naam van Loenen, denk ik aan bergen verzetten, denk ik aan staal, denk ik aan grond verzetten. Maar jij zet dus, of jullie verzetten bergen muziek. Maar heb je wat te maken met de grote familie van Loenen in Hilversum? Ja, zijdelings. Ja, het is natuurlijk een grote familie. Als je het telefoonboek open doet, dan ben hier bezig, is het verschrikkelijk ook. Ja. Dus, maar ja, wij zijn van de muzikale tak, zeg maar. Ja, dat snap ik. Want hoe ben jij in de muziek gekomen? Een beetje een flauwe vraag, maar heb je hier in Hilversum muziek gespeeld? Ja, ik ben hier dus begonnen op het conservatorium in Hilversum. Ja. En ik zie de LP al liggen daar. Zeg maar onder leiding van Wim Overgaal. Rijlend Wim Overgaal, ja, op de Graafvloer. Ja, inderdaad, zat hij. Inderdaad. Ja. En toen is dat zo gekomen natuurlijk. Dus, en dan, je gaat het niet voor niks doen. Dus daar wil je voor leven. En dan, wil je lekker, en dan produceer je twee kinderen die je vervolgens dwingt om ook in de muziek te gaan. Ja. Maar ik bedoel, zonder nou zo'n, ik heb het niet over de familie von Trapp en de Sound of Music. Maar ik bedoel, het is natuurlijk heel gek om je pa te horen spelen. En nou ja, je ziet dat in heel veel studenten natuurlijk wel vaker. Dat het hele gezin op een of andere manier meegaat met de muziek die de ouders hun geld mee verdienen of als hobby doen. Wat is het voor jou een bron van inkomen, het muziek maken? Want je hebt echt een muziekfabriek, hebben jullie. Hebben een prachtige site, heb ik gezien. Ja. En jullie presenteren je ook voor feesten en partijen. Nou, met dat repertoire van Hot Club de France lukt dat, hè? Django Reinhardt moet ik dan aan denken. En wat voor namen denken we nog meer? Nou ja, eigenlijk het hele American Songbook, wat we dus ook spelen eigenlijk. Dus, dat is natuurlijk ontzettend groot. Ja. Het blijft natuurlijk een beetje in de stijl van Django Reinhardt. En een beetje eigen stijl natuurlijk ook. En ons een beetje veel eigenlijk. En daar krijg je dus dan een soort combinatie van wat een heleboel mensen aanspreekt. Zeg maar. Het is natuurlijk zeer aanspreken muziek. Maar Sascha, jij speelt contrabas en basgitaar, zeg ik dat goed? Ja, basgitaar. Ja. En wat vind je het leukst van de twee? Of werkt dat niet zo? Hoor? Nou, ik contrabas, dat speel ik niet zo heel lang. Dat heb ik al een beetje geprobeerd. Maar ik ben in ieder geval kan ik beter overweg met mijn basgitaar. Ja, dus dat vind ik nu nog wel. Je hebt zo'n Fender Precision bas, geloof ik. Een jazzbas. Zag ik dat goed? Ja, een jazzbas is dat. Oh, ja. Want jij zorgt voor het fundament voor wat hier afgepiegeld wordt, hè, met de twee mannen hier. Ja. Is dat prettig voor jullie? Want zou je nou drie gitaren zo hebben, hoe zou dat uitpakken? Ja, dan mis je dus de basis. Ja, kijk, dus, dat zou ik horen. Maar jij kunt echt de onderlaag leg je eronder natuurlijk. Ja. Hè? Ja, dat moet bij elkaar smelten ook. Hè. Dus op een gegeven moment dan zie ik het spelen, dan smelt het helemaal tot één geluid. En dat is dat wat je dus wil bereiken, zeg maar. Want ik zag dat jij speelt natuurlijk op een echte Gibson. Hè? En ik zag dat Gino, die heeft de Poor Man's Version ervan, hè? De Epiphone, zeg ik dat goed? Ja, dat is ook een hele mooie gitaar, hoor. Daar niet van. Hij is wel 30 jaar oud. Hoe oud is die? 30 jaar. Jeetje, dus twee keer zo oud als jij. Maar dat zijn natuurlijk toch wel, de Chet Atkins en zo, die speelt ook op Gibson natuurlijk. Hè? Ja, en Gretsch. Maar hoe lang doe jij nou mee, Gino? Eigenlijk zolang het trio bestaat. En dat is 1000 jaar? Nee, dat is ongeveer. Hij is begonnen op zijn 9e jaar. Het is natuurlijk optredens. Allemaal een beetje voorzichtig kijken of je er ook alle drie zin in hebt en zo. Hè? Want eigenlijk als je een avond op een feest speelt of zo, dat is natuurlijk best wel doorbijten. Hè? Ik wil een hele avond muziek maken. Je hebt natuurlijk wel je pauzes, maar dat lijkt me best wel veel werk. Hè? Ja. Mm-hmm. Afgelopen zondag hebben we nog in Haarlem gespeeld. Ook in een jazzcafé. Ja, en dat blijft dan toch gewoon wel 2,5 uur. Ben je daarmee bezig natuurlijk. Ja, het blijft ook geconcentreerd bezig zijn, maar het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Dus we blijven ook echt liefhebbers. Dus buiten dat we gewoon professioneel trio zijn, maar je moet er ook echt de liefhebber blijven om muziek te maken. Gewoon, dus. Maar ik heb ook wel begrepen dat jullie niet alleen, want je hebt thuis alle dvd's van Joe Pass staan bijvoorbeeld. Absoluut. Van Jimmy Green of die heb je nog meer. Ik heb nog zo'n West naam. Montgomery. Ja, West Montgomery natuurlijk. Hè. En, ik heb nog zo'n naam die ik dus, hoe heet die nou? George Benson. Dat vind ik dan, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar dat is zo op de millimeter uitgepriegeld. Dat vind ik bijna geen muziek meer. Ja.
Ik vind het zo weinig spontaan. Ja, het is zijn stijl en zo ken ik hem. Maar West Montgomery is natuurlijk een hele goede tegenhanger voor de oude stijl Hot Club de Vals. Ja, maar daar spelen we dus ook een aantal nummers van. Bijvoorbeeld 4-on-6 en West Coast Blues. Dus dat zijn echt de eigen nummers van West Montgomery. Dus daarmee wil ik ook zeggen dat we niet alleen maar Hot Club de Vals zijn, maar wat breder gewoon ook. Als ik het zo zie, jullie spelen altijd een beetje versterkt. Hè? Je kunt niet akoestisch spelen, dit soort muziek, denk ik. Hè? Daarvoor ben je dan net wat te zacht, of zeg ik dat verkeerd? Ja, we hebben ook authentieke instrumenten. De akoestische Hot Club de Vals gitaar. En die kun je tegenwoordig ook versterken. Daar zit een piezo-element, wordt daar gebruikt. En dan kun je dus of met microfoons of speciale versterkers die daarvoor... Want ik denk dat Django Reinhardt, die had nog net geen versterker, denk ik. Hè? Ja, jawel. Toch wel? Ja. Aan het eind van zijn carrière. Maar dat was een soort radiotoestel, denk ik dan. Hè? Tenminste, ik heb wel eens foto's gezien. Zo'n kastje met van dat stoffen bekleding en dan de speaker erachter en zo. Hey, Sascha, ik vraag me, wat doe je nou in Den Haag eigenlijk? Ik zit daar op het conservatorium. Het Koninklijk Conservatorium? Het Koninklijk Conservatorium. Yes. En daar studeer ik eigenlijk trompet. Dat is heel wat anders dan dit. Ja. Maar daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Toen ik 11 was, ben ik trompet gaan spelen. En toen ben ik later pas basgitaar gaan doen. Maar wat zie je voor je? Ga je de jazz trompet spelen? Of voor het klassiek? Of voor het beide? Ik neig vooral naar jazz. Maar ik vind klassiek... Er zijn zoveel mooie dingen uit klassiek. Ik vind ook heel veel mooie stukken uit klassiek. Vind ik heel leuk om te spelen. Ik ben eigenlijk niet echt op één wereld, zeg maar. In je opleiding krijg je beide mee, zeg maar. Ja. Nou, kijk aan. Ja, en dan moet ik jou nog vragen. Want waar ook de schoorsteen van in de Huizen van Loenen? Ja, ik heb ook een lespraktijk. Ja. Dus waar ik gitaarles geef. Ook basgitaarles en zo. Ja, daar leef ik onder andere ook van. Want ik heb begrepen dat je ook jongens en meisjes klaarstoont voor het conservatorium. Ook, die echt in de richting geduwd moeten worden. Die kunnen bij jou een snelkookpancursus doen om inderdaad vaardig te zijn voor het toelatingsexamen. Ja, toelatingsexamen te doen. Of soms komt men in het eerste jaar. Maar inderdaad gewoon om... op die manier de kennis te krijgen om door te stromen op consultoren. Nou, je moet uitkijken, want straks komt jouw site, of jullie site komt in beeld. Maar ook mensen die al bezig zijn, die denken, die Hot Club de Vals stijl bijvoorbeeld, of de West Montgomery stijl wil ik doen, ze moeten zich bij jou melden. Ja. Nou. Maar het is dus niet alleen dus die stijl, het zijn alle stijlen natuurlijk, van popmuziek tot blues, alles wat je maar kunt bedenken eigenlijk. Dus, Ik vind dat we maar gewoon naar jullie moeten gaan luisteren. Alleen niet vergeten dat ik heb wel, jullie gaan binnenkort optreden. Het is nu Pasen. Volgende week wordt dat dus. Zondag de 7e april. En dan spelen jullie in het Soul Café op de Groest. Ja. En dat begint s'avonds of s'middags. Wanneer is dat? S'middags om 4 uur. Dus 7 april, zondag, s'middags 4 uur, Soul Café. Dat is vlakbij de Spoorstraat. Zeg ik dat goed? Ja. Nou, dan ga je nu een voorproefje geven wat volgende week steaming hot in het Soul Café wordt. Mannen, heel veel succes met z'n drieën. Naar het podium. Dank u wel. Dank u wel. Thank you.
Hier zit een man die Hilversum een hele nieuwe energiestoot gaat geven. Herman Zandstra, die in de Herenstraat tegenover het Filmmuseum. Daar zat vroeger Runners World, een sportwinkel. En daar zit nu een kunstsociëteit. Of is het nou een kunstenaarssociëteit? Wat zal het worden? Nee, geen van beide. Ah, kijk. Nee. 1-0 voor jou. Nee. Het podium is een wat ik noem... Het heet podium, hè? Het podium. Ja. En het podium is wat ik noem een creatief centrum. Waar alle vormen van creatieve uitingen zouden moeten kunnen plaatsvinden. Zo, dat klinkt heel ambitieus. We hebben een deel al zelf ingevuld. Ja? Met een beeld van wat wij hebben, wat daar erg goed zou passen. En een onderdeel is kunst. Dus wat ik vaker hoor, maar misschien dat we daar nog een kleine nuance in moeten aanbrengen intern. Is dat de meesten denken dat het alleen een gallery is. Ja. Maar het is ook een plaats waar je lekker je kopje koffie kunt drinken. Ik zag een bierpomp. Ja. Er zit een bar in met een beperkte horecavergunning. Dat is prima. Wat we verder gaan doen, dat is het creëren van indoormarkten. Daar beginnen we mee in april. En dat betekent dat we 25, 30 standjes binnenhalen met hele speciale producten. Die dan verkocht zouden kunnen gaan worden. Zaalverhuur is een belangrijk onderdeel. De ruimte leent zich prima voor het geven van parties, feesten of workshops en trainingen. En het houdt ook helemaal vol met kunst, zag ik al. Want ik ben natuurlijk weer bezig kijken, maar daar heb je kunstenaar voor weten te porren die hun doeken ophangen. Ja, ik ben ongeveer een half jaar lang diverse kunstbeurzen af geweest. Ik heb een eigen selectie gemaakt van kunstenaars. Heb er uiteindelijk 52 aangeschreven. En in marketingtermen dacht ik van nou, daar valt 95% van af en 5% blijft er over. Dus het zal nog heel vaak zo moeten zijn dat ik 50 kunstenaars aanschrijf. Maar het schetste mij verbazing dat alle 52 kunstenaars mee wilden doen in dit project. Wat mij weer een probleem gaf omdat ik te weinig muren heb. Om kunst op te hangen. Die zaak is wat, ik schat hem zo, 500 vierkante meter. Hè? Nou, hij is strikt formeel geloof ik 386, maar dan vallen er wat meters weg door het podium wat gebouwd is. De bar is wel een podium dus. Ja, er is een prachtig podium. Je moet wel even vertellen, want er zijn nogal wat Hilversummers die jou hebben gezien bij Bruna, hè, toen je zat te signeren. Hè? Ja. Want jij hebt een boek geschreven samen met een goede vriend van jou. Ja, samen met Erik Bakker. En dat is het Da Vinci Dubai Mysterie, wat moet ik zeggen? Nou, er worden twee dingen door elkaar gehaald. Het heet het Dubai Ultimatum. Aha. En wat we horen is dat het hier en daar wat raakvlakken heeft met de Da Vinci Code. Ja. Dat heb ik begrepen. Van Dan Brown. Dat is een boek wat we in eigen beheer proberen te verkopen. En die eerste oplage uitverkocht, hè? Niet helemaal. We hebben 2200 boeken laten drukken in eigen beheer. Nou, dat was wel pretentieus. Ja. En iedereen dacht van nou, 300 is een mooi aantal. Die staan zijn leven lang in zijn hal van zijn huis, ja. Maar we hebben er inmiddels 1400 verkocht. Goed. Dus dat is een heel fijn resultaat. Ja. En de recensies zijn werkelijk heel erg positief. Ja. Wat had Hans Wiegel, de politicus, daarmee te doen? Erik zit in een bestuur van... Wie is Erik? Erik Bakker is de mede-auteur. Aha. Zit in een bestuur en heeft, toen we het manuscript af hadden, in het bestuur waar Hans Wiegel ook in zit, van een of andere zorgverzekeraar, geloof ik. En heeft Hans gevraagd of hij het manuscript wilde lezen. Dat wilde hij en hij heeft inderdaad een quote achter op het boek geschreven. Wat leuk. Ja, heel erg leuk. Zeg maar, je weet dat Hilversum heeft nou niet zo'n glansrijk verleden wat betreft sociëteiten. Dat wil zeggen, we hebben ooit op de Havenstraat de muzieksociëteit Intermezzo gehad. Ja. En dat was een erg leuke manier om jongens zoals ik van de straat te houden. Ik ben daar jarenlang geweest en op een gegeven moment was dat verdampt. Dat is heel jammer. Ja. Dus toen ik in de krant van de gemeente de Hinderwetpagina zag dat er een kunstsociëteit in de breedste zin van het woord in de Heerstraat zou komen. Ja. Dat is natuurlijk, dat wordt wel een beetje een hotspot in Hilversum, hè? Ja, het wordt een beetje, hoop ik, een culturele plek binnen Hilversum. Ik woon nog niet zo heel lang in Hilversum, sinds 3 jaar. En heb je nog maar net het accent te pakken. Ja, precies. Want je hebt in Amerika gestudeerd ooit, hè? Zeg ik dat goed? Nee, ik heb wel een MBA-opleiding gedaan, maar niet in Amerika. Ik ben daar wel geweest voor de opleiding, maar nee. Maar net als u miste ik ook heel erg een gelegenheid... Waar je beschaafd dronken kunt worden. Waar je als 35-plusser, ik ben al wat ouder, maar je vertier kon zoeken. Ja, tuurlijk. Dat en, gaat slecht in Hilversum, ja. Dat viel me wat tegen. En wat ik al vertelde, ik ben MBA-opgeleid bedrijfskundige. Ja.
Had een baan binnen een grote onderwijsgroep en had het niet meer naar mijn zin. Heb toen op eigen verzoek mijn baan opgezegd, omdat ik mijn hart wilde volgen. En mijn hart was iets te gaan doen met creativiteit en met, laten we zeggen, de management skills waarover ik denk te beschikken. En wat ook eigenlijk in, zou je kunnen zeggen, het visie of het ondernemingsplan staat, is dat ik zelf een type ben die heel erg op zoek is naar verbinding, ontmoetingsplekken waar mensen elkaar positieve energie kunnen geven. Heb ik dus ook gedacht, ik moet een verbindingsplek creëren, een ontmoetingsplek creëren waar mensen die gelegenheid krijgen. Waar alles kan binnen. Ja, waar in feite alles kan. Nee, ik zou haast zeggen werkelijk alles kan. We hebben de ruimte ingericht als een soort van grote huiskamer. Met lekkere loungebanken, met een hele grote tafel van 5 meter. Ja, die zag ik, ja. Een prachtige tafel. En als mensen naar muziek willen luisteren in plaats van kijken, dan kan dat. Ja. Als mensen om mijn pad een kaartje willen leggen aan die tafel terwijl er een feestje is, zou dat ook moeten kunnen. Het gaat erom dat je je in een huiselijke sfeer bevindt waarin je gewoon lekker jezelf kunt zijn. En dat is de opzet. En een ander deel van de opzet is, dat heeft dan te maken met de producten die we aanbieden, dat het heel belangrijk is dat bedrijven verbinding zoeken met bedrijven buiten hun eigen branche, hun eigen wereldje. Ziet, ja. Ik heb dat met de producten ook gedaan, maar dan intern. Ja. Dus ik hoop dat de gallery het podiumoptreden versterkt. Ja. Dat het podiumoptreden precies weer een doorwerking krijgt naar de workshops. Dat betekent dus eigenlijk dat jouw vaste klanten, die moeten eigenlijk de zaak mede maken natuurlijk. Hè, in de beste zin van het woord. Ik bedoel, iemand die iets wat aan te dragen heeft, die moet maar kijken of die bij jou letterlijk en figuurlijk een podium kan vinden. Hè, of die belangstelling kan krijgen. In principe is voor mij niks te gek. Ja. Als er ideeën zijn die te maken hebben met een creatieve uiting, dan heel graag. En dan kijken we of we ze kunnen verwezenlijken. Er zijn nu al een heleboel partijen geweest die hebben gevraagd of ze enige vorm van samenwerking met ons kunnen krijgen. Wat leuk. Erg leuk, alleen daarvan heb ik gezegd van ik wil toch eerst kijken of dit concept gaat slagen. Dus dat moet eerst een kans krijgen. Want hoe vaak zijn jullie open? Nog maar twee keer. Maar wanneer is nou... 3 maart was de officiële opening. Dat heb ik gelezen in de krant, ja. En daarna hebben we op vrijdag en op zaterdag een optreden gehad van een salsa band en van een jazzbandje. Ja. Relatief weinig mensen die gekomen zijn. Maar de mensen die gekomen zijn, die waren vreselijk enthousiast over de avond. En hebben ook wel zoiets van, weet je, we gaan dat via mond-op-mond reclame doorvertellen. We gaan het op Facebook plaatsen, want dit verdient gewoon een plek in Hilversum en ook in de regio. We gaan die in de gaten houden. We hebben wat beelden van je meegekregen, die zitten onder dit gesprek. Voor ons, dus mensen weten nu waar het is. Helemaal goed. Ze moeten maar de deur rammelen en kijken of die vanzelf open gaat. Nou, vanaf 1 uur is die iedere dag open, behalve op maandag. Ja, ja. En de vrijdag en zaterdag zijn we tot 12 uur 's avonds open met altijd live performances. Dat kan muziek zijn, dat kunnen boeklezingen zijn, dat kan poëzie zijn. De oude blues zag ik ook nog ergens staan. Whatever. Alles wat 35 plus het is wellicht leuk vindt. Hartstikke goed. Veel succes. We zijn trots op je. Oké, dankjewel. Goed, dan zijn we toe aan de agenda. En dit keer schuift namens de vorstin Jasper Meijwaard aan. Lekker je hier te hebben. Ja, bedankt. Maar ja, je weet, klassiek gaat even voor in dit programma, dus je kan nog even uitrusten. Zaterdag 6 april... Dan zitten we in Muiden in de Grote Kerk. En tussen het papklokluiden, wat daar nog traditioneel is, hebben ze daar dan het proefkamermuziek. En dat gaat in samenwerking met restaurants in de omgeving die er overvloedig aanwezig zijn. Maar in de Grote Kerk treedt dan het Hexagon-ensemble op. Donderdag de 18e, dat wordt ook een bijzonder concert in het oude kerkje van Korte Hoef aan de dijk. En daar speelt een trio piano, viool en hoorn. Maar de pianiste die zagen we onlangs hier in de tafel. Dat is Marietta Petkova. Dus dat is sowieso extra aanbevolen. Wat altijd een beetje geheim blijft, maar wat zeer de moeite waard is, is vrijdag de 12e in Weesp in dat prachtige stadhuis. Met een hele mooie burgerzaal met een fantastische akoestiek. En daar is maandelijks een stad-huisconcert. Alleen ze weten nu nog niet wat er komt. Want dat pakken ze op het laatste moment op. Dus dat blijft een verrassing. Maar alleen al om dat stadhuisje van Wesley is te betreden. Dezelfde architect als het stadhuis van Groningen. Dat is al heel erg de moeite waard.
Zaterdag de 13e kun je naar Baarn, naar de Paaskerk. Baarn heeft een ontzettend intensief klassiek muziekklimaat. En er zijn een paar kerkgebouwtjes waar iedere week wel wat te doen is. En ook in de lunchconcerten. Maar daar spelen op de Bach Players met Sally Bruce Payne. Het programma weet ik even niet. Maar dat geeft niet, want diezelfde avond kun je dan door naar Almere. Naar die prachtige schouwburg waar het operagezelschap van Tatar staan. Met de zwanenzang van Verdi komt Falstaff. Maar wat wel een erg leuke opera is om mee te maken. En dan sluit ik af met zaterdag de 13e, s'avonds om 8 uur. En dat is in de Morgenster in Hilversum. En daar treedt het Hilversums gemengd koor op met een bijzonder concert. En die hebben als soliste Evelien Overtoom. De vrouw die onlangs hier zong in het Decadent Berlijn programma samen met Sanssouci. Nou Jasper, dan ben jij aan de beurt. Ja, wij beginnen met Sandra van Nieuweland. Die hebben we op 5 april staan. Dat is de tweede show, want we hadden op 6 april staat er een, maar die is ondertussen al uitverkocht. Volledig. Dus dit is de tweede show van Sander van Nieuweland. Misschien bekend van The Voice of Holland. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, zeker. Heeft ondertussen al 6 nummer 1 hits. Dus dat gaat lekker hard, ja. En wordt, voor zover ik heb gelezen, al een van de meest succesvolle Nederlandse artiesten van het moment genoemd. Dus dat klinkt in ieder geval veelbelovend. En dat is op vrijdag 5 april, zie ik. Vrijdag 5 april, inderdaad, ja. Om 8 uur gaan de deuren open. En om 21 uur begint het voorprogramma. Dat is Ivar Oosterloo. Heeft ook meegedaan met The Voice. Is 4e geworden. Aha. En daarvoor ook van Idols en andere talentenshows. En wat gaat het kosten? Dat kost €17,50. Okay. Nou, dat mag ook, hè, want je hebt er toch even een leuke naam te pakken. Okay. Absoluut. En dan ga je verder. Met... Ja, Mr. Mississippi op Mr. en Mississippi. Ja? Op zaterdag 13 april is dat. Dat is een Nederlandse band ook. Van de Herman Brood Academie, die hebben elkaar daar in het eerste jaar ontmoet en hebben toen eigenlijk na een project besloten om verder te gaan als band, want het klikte heel goed. Ja, die worden helemaal kapot gedraaid op 3FM, onder andere. Hebben zo, volgens mij waren ze vast voorprogramma van Blauwzoen. Ik weet niet of je dat, dat je wat zegt. Nee, dat moet jij weten. Lekker ja, nee, maar misschien zegt het jou wat. En ja, die gaan als een trein. En dat is op? Dat is op zaterdag 13 april. En ik zie ook dat het wat laat begint. Dat is altijd wel leuk, dat je niet urenlang... Maar je kan natuurlijk wel in het café hier rondhangen. Ik zie hier staan 9:30. Dus dat 9:30 begint het. Dat is echt een laat concert. Ja, en dan hebben we ook nog een voorprogramma erbij. Dat is Lucas Hamming. Ja. Een singer-songwriter hier uit de regio. Nou goed, dan moet je even onthouden dat het dus 9:30 is. Hè? Dat het even wat later is. Dat is inderdaad wat later, denken. Ja. En heb je nog wat meer in petto voor ons? Ja, open podium. Ah ja. Dat is hier ongetwijfeld ook vaker voorbij gekomen. Ja. De tweede zondag van de maand, standaard. Dus nu ook weer de 14e. Dus de dag na Mr. Mississippi. Ja. Dus, ja, dat is een middagprogramma. Dat is een middagprogramma, ja, inderdaad. Okay. Het begint om 2:30. Ja. Of om 2:30 zijn de deuren open, 3 uur begint het. Er worden een aantal nummers gespeeld door Sjoerd van den Broek en Hans Slichter. Die het altijd doen. Die openen het en die sluiten het. En daartussen is er tijd voor muzikanten, stand-up comedians, cabaretiers. En dan kun je tot nu op 7 blijven hangen? Of hoe gaat dat? Ik durf zo niet te zeggen hoe lang dat precies duurt. Dat maar... Spannend. Maar dat zien we dan wel weer wanneer we naar buiten geduwd worden. Nou Jasper, hartstikke bedankt. We zijn weer een stuk verder. Wat we nog vergeten waren, is natuurlijk iedereen een vrolijk Pasen te wensen op deze eerste Paasdag. Want dit was de 14e uitzending van De Tafel van. Die wordt vandaag om het uur herhaald. En die is vanaf, nou ik denk vanaf derde Paasdag, vanaf dinsdag, is die nog te bekijken op www.rtihilversum.nl of op YouTube. Dank u wel en nogmaals prettige feestdagen.